spannend. We zijn hier in Den Haag om de Omra-reis prijs te overhandigen aan broeder Hamza. Want die heeft namelijk gewonnen. En we wachten totdat hij komt. MashaAllah. Assalamu alaikum, Achie. Aan broeder Hamza. Marhaban. Dank u wel. Heeft de Omra-reis gewonnen, MashaAllah. MashaAllah, dat is natuurlijk voor uw inzet. Ik heb begrepen dat u meer dan 130 leden hebt geworven, MashaAllah. MashaAllah. Ik bedank u daarvoor namens Mekka Medina Reizen en Islam Omroep voor uw inzet en mocht Allah subhanahu wa ta'ala te accepteren. En dat is een goede voorbeeld. U bent van Surinaamse afkomst? MashaAllah, MashaAllah. Dat is een mooie boodschap dat de islam omroep is voor alle moslims. MashaAllah. Gefeliciteerd, broeder. Dit is de reis. Dank u wel. Jazakallahu khairan. Ja, ik wil graag ook een boodschap voor alle moslims in Nederland. Ik heb alhamdulillah deze prijs gewonnen door mensen lid te maken met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik wil graag iedereen, alle moslims in Nederland, ook vragen om zelf lid te worden. En op zijn minst, als je dit bericht ziet en deze video ziet, om ook op zijn minst 1 of 2 personen in Nederland, als het nou je broers zijn, je zus, je vader, je moeder, je vriend, om die ook lid te maken. Zodat wij, inshallah, voor het eind van dit jaar nog 50.000 leden zullen halen. En dat wij op de Nederlandse tv ook onze islamitische stem kunnen laten horen. Tussen alle andere stemmen die wij hier op de tv hebben, die ook een andere geluid laten horen, willen wij onze eigen mooie geluid laten horen. Het geluid dat wij hebben geleerd van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dat wij met de reine intenties, mooie intenties, ook een islamitisch omroep op de tv zullen krijgen, inshallah ta'ala. Dank u wel. Alhamdulillah.